Ik ben even beelden aan het overzetten, want ja, dat moet ook gebeuren. Als je meerdere dagen vlogt achter elkaar, weer een nieuwe dag met nieuwe kansen. Vandaag moet ik op kantoor werken, want we hebben heel veel pakketten in te pakken. Dat sowieso trouwens. Ik ben nu even wat dingetjes aan het doen op mijn laptopie. En Freekie is er gezellig bij. En Freekie, je hebt gewoon eten. Ik ben ook benieuwd hoe me dit gaat bevallen om wat vaker te filmen. De laatste tijd doe ik dat eigenlijk niet echt. Kies ik heel erg mijn momenten en nu denk ik van ik film gewoon en ik zie wel. Makkelijker kan ik je gewoon niet. Nou, we gaan op weg naar kantoor, maar Guilaine vertelde me dus net een heel interessant verhaal over vannacht. Ja, ik werd wakker en iemand schreeuwde er: wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Ja, nee, want je zei: wat deed je? En toen zei ik van: ik denk niks, ik denk dat je aan het dromen bent. Zei, wel, je deed wel wat, zei je toen. Echt? En, heb ik dit echt? Helemaal in paniek was je. Ja, ik denk dat je uit een enge droom kwam. Nou, toen stond je op een gegeven moment op, zei je van ja, ik denk inderdaad, dat je droomde, zoiets zei je. En toen ging je naar het toilet, toen draaide ik me om en toen zijn we verder gaan slapen. Maar ja, je kan je er helemaal niks van herinneren. Ik kan me niet eens herinneren dat ik naar de wc ben geweest. Wat grappig. Ja, ik denk dat je echt nog half in slaap was. Maar ik schrok, want jij wees zo naar het bed dat er iets bewoog, of weet voor wat. Dus ik zei nog van, oh, geen rat toch? Een rat ook echt, ja, in onze flat. Ja, ik had daarvoor een filmpje gezien van iemand die aan het slapen was en dat er ratten over de heen liepen, twee. Okay. Dus ik had zo'n, omdat jij zei dat er iets bewoog, dat er iets was. Ja. Ik kan me echt, nou, ik kan me niet herinneren. Maar goed, we gaan op weg naar kantoor, want we hebben pakketten in te pakken. Het zijn er bijna 70. Gelukkig doen we het met z'n drieën, dus dan gaat het wel wat sneller. Maar het is wel echt tof dat jullie zoveel bestellingen hebben gedaan. Dat is echt sick. Het is mijn favoriete moment. Van de maand? Al die bestellingen inpakken. Ik heb alleen niet genoeg dozen, denk ik. Dus er worden nog dozen bijgemaakt. Dus de andere helft wordt waarschijnlijk iets later. Is dat niet? Als je weer te weinig dozen hebt. Ja, we hebben best wel veel. Voor mij iets van 40 of 50 of zo. Oké. Okay. En wanneer gaan ze die maken dan? Zijn ze alweer bezig. Oké. Okay. Maar goed, we gaan ze inpakken. We schrijven dus allemaal bedankkaartjes, kijk. Wel een hele leuke. En hier bijvoorbeeld voor, dit kan ik niet uitspreken, voor Titia en Saskia en Esther en Lisa en Robine, Amber, Ash. Bedankt voor je bestelling. Worden allemaal handgeschreven gedaan, dus mocht je ooit iets bestellen bij ons. Dus mocht je dit zijn, laat het vooral even weten in de reacties. Nee, we doen dit eigenlijk bij elke bestelling, omdat we het belangrijk vinden en leuk vinden om gewoon het persoonlijk te houden. Dit is allemaal handgeschreven, dus... Dan weet je dat. Maar goed, we hebben ook al best wel wat pakketten ingepakt. Want volgens mij hebben we nu de helft ongeveer ingepakt. Dit zijn nu alle pakketten die ingepakt zijn. Er zijn er best wel aardig wat al. Die komen, nou, die zijn als het goed is allemaal bij jullie. Als dat niet zo is, dan zijn we echt veel te laat geweest. Oh, jongens, kan je vertellen? Deze slager in Leidschendam is echt geweldig. Oh, zo, die ruikt wel echt goed, zeg. Ja, ik denk dat ik nog even zit twijfelen om het nu te eten. Ik denk dat ik het iets later ga doen. Maar goed, ik ben dus aan het editen. De vlog. Van een paar weken terug. Probeer jullie ook een beetje mee te nemen in het proces van het autorijden. Zoals jullie hebben kunnen zien. Het gaat steeds beter. Afgelopen weekend vond ik wel echt super spannend. Maar het is wel gedaan. Dus dat is goed. Met mijn eigen auto. Maar ik vind het wel interessant wat voor berichten ik er allemaal op krijg. Want ik krijg best wel wat DM's van mensen die naar aanleiding van die video's ook zelf dit zijn gaan doen. Wat ik echt super tof vind. Ja, totdat ik op de snelweg rijd, ga ik het vaker aan jullie laten zien. Want het is toch een proces waar je doorheen gaat. Ik vind het toch leuk of interessant ook om te delen, ook om zelf ooit weer terug te zien. Dus dat eigenlijk. Nu ga ik thumbnail en alles maken, instellen op YouTube en dan komt die vanmiddag online.
Ja, maar nu kunnen we wel de... Nu kan je eindelijk de dingen proberen, schat. Ja, ik vind het ook wel. Wat? Dat jij dat hebt gemaakt. Hé, maar ruik, hè? Ruikt wel lekker. Zo, kaneel? Ja. Kanelisch? Kanelisch. Ik doe like some kaneel. Heb jij... Ik wist niet dat je een losse zak rozijn had. Is wel goed, toch? Lekkerder, toch? Het is net alsof je appeltaart eet. Ja, toch? Huh? Ja, precies. Dat dacht ik. Heel goed gemaakt, schat. Echt kudo's toe. Geweldig. Geweldig. Maar wat is het dan zo anders aan jou dan Nola? Waarom ga je eigenlijk nooit naar de bios? Ja, ik kan die eetgeluiden echt niet aan. Ja, maar schat, als je gewoon overdag gaat... Ja, jij misschien. Ik heb gewoon supersonisch gehoor op eetgeluiden. Oké, okay, we hebben 70 pakketten ingepakt en die gaan we nu op de bus doen. Het zijn er veel. Bijna 70, hè? Nee, het zijn er 70 voor mij. 68. 69. Amai. Ja, is goed hoor. Hi. Wel veel. Maar het is minder. Ja, het is minder omdat het niet te veel van die grote dozen zijn. Ja, lekker voor kleintjes. Meestal hebben we heel veel grote dozen, maar niet. Nou, dat is weer gedaan. Mm-hmm. Het blijft wel het leukste ooit, hè? Nou goed, dan kunnen we weer terug. Sinds kort zijn we wel fan van deze crackers. Ze zijn een beetje dunnig. Ze zijn krokant gebakken. Nou, deze zijn trouwens niet krokant gebakken, maar goed. We gaan even wat lekkers erop eten, toch meid? Kort kan je dus 3 thumbnails instellen op YouTube. Wat echt super leuk is. Want dan kan je een beetje gaan testen en zo. En we hebben 3 thumbnails gemaakt voor de Brits video. Dus ligt eraan welke je hebt gezien. Ik ben wel benieuwd. Laat maar weten in de reacties. Dit is een thumbnail. Dit is een thumbnail. En dit. En YouTube gaat bepalen welke dus de beste is. Ik moet heel eerlijk zeggen, die video heeft heel veel werk gekost om te maken. Ik hoop dat het geld gaat opleveren. Dat ik in ieder geval kiet speel. Want dat is met die food video's echt heel lastig in te schatten de laatste tijd. Je zou het bijna niet zeggen, maar een vlog die ongeveer de helft of zelfs 1/3 van de views krijgt van de food video, die haalt zowat 2 keer zoveel geld op. Dat is echt bizar, ik snap er geen reet van. Maar dat komt omdat Vetgezellig volgens mij gewoon een lager CPM heeft. Een beetje een technisch verhaal, maar goed. Dus ja, dat is trouwens niet de reden dat ik nu meer ga vloggen hoor. Maar het is wel grappig om me eens te laten weten. Ik vond het wel een leuke video om te maken en hij is een keer met iemand anders te gast. Dat was ook wel eens leuk. Nou, ik wil even een klein teasertje van iets. Want natuurlijk hebben we de afgelopen weken met de shop zijn we lekker bezig geweest. Maar we zijn natuurlijk ook bezig met nieuwe collecties. Collecties, inderdaad. En nieuwe producten ook. Maar er is er ja, 1, misschien die selectie doen? Of de overprikkeld? Zo de overprikkeld laten zien. Ja, oké. Nou, we hebben dus natuurlijk een versie van de overprikkeld collectie. Waarin... Regenboogletters. Ja, regenboogletters inderdaad. Sorry, inderdaad. Daar gaan we een nieuwe variant op maken. Het is niet regenboog, maar het is wel lekker kleurrijk. En dit is waar we mee bezig zijn. Gaan we het gewoon laten zien? Ja. Deze? Gewoon dit zo? Ja, 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 ja. En dan graag reacties in de comments. Dit is het ontwerp, het nieuwe ontwerp. Die wordt ook groter dan de regenboogversie. En die komt als eerste op een trui, denk ik. Hè? Wat we willen denk gaan het doen. Wel, ja. 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 Kijk, dus dit is het ontwerp. En dit, zo komt het er ook op te staan. We moeten alleen even gaan kijken hoe groot die precies gaat worden. En hij wordt dus geborduurd, zoals je kan zien. Ik weet niet of dat beeld heel goed overkomt, maar hij wordt geborduurd. We hebben verschillende stijlen eigenlijk. Er zijn nog andere leuke dingetjes bezig. Heel leuke dingetjes. Ja, er is er eentje die ik eigenlijk wil dat je op een trui gaat doen, maar dat vind jij te groot worden. Ja. Maar die komt als wil eerste. Wil ik wel laten zien, toch? Nou, nee. Eentje dan. Alleen diegene die we... Ja, oké. Okay. Hey, het is een sticker. Het is een sticker. En het is een Game Boy. En er staat op, overprikkeld, stoppen of doorgaan. En dan heb je alvast het schuifje naar doorgaan gedaan. En hij wordt hallucinerend of holografisch. Nee, niet hallucinerend. Het worden geen
Komen geen paddo's in het zakje bij, ook al lijkt het wel op een wietzakje. Lijkt wel een beetje op een wietzakje, maar het is holografisch, sorry, dat heb ik verkeerd gezegd. Maar deze lijkt me dus heel tof geborduurd, ook op een trui. Ja, maar hij is wel heel groot. Trouwens, het is wel een mock-up, dus we hebben hem niet echt in een plastic tasje Nee. We hebben ook nog meer stickers gemaakt trouwens. Dus we zijn echt bezig met uitbreiden op de shop, omdat we het gewoon tof vinden. Maar in de herfst willen we dus inderdaad sowieso dat overprikkeltrui, die overprikkeltrui gaan uitgeven. Maar dit lijkt me dus ook echt tof op een trui. Ja, en verder, we vinden het vooral leuk om wat productjes te maken die wat minder, wat laagdrempeliger zijn, laat ik het zo zeggen. Want natuurlijk, een shirt en een trui is best wel een, dat je denkt, van nou loop ik best wel, houden die open met mijn overprikkeld merch. Maar een stickertje kan je gewoon overal plakken waar je wil. Maar goed, dus dat is een beetje waar we bezig zijn. En nu gaan we naar huis en ik ben klaar mee. Oh, lekker. Ja. Wat een zucht. Wat is er? Ze heet hier. Net zo warm, ja. Guilaine, jij bent wat je zegt, niet de scène. ik doe het raam maar weer tegen, oké? Hoezo? Het was een fucking goede freestyle, gek. Guilaine, jij bent helemaal niet van deze scène. Guilaine, ja, die zit in de vlog. Van de vorige vlog, ja. Guilaine, ik wil je titel zien en Freek. Stop je even. Nee! Zo, je had er al bijna een op je uit gehad, hè? Hou eens op, joh, gek. Ongelukkig. Ik ben hier getraumatiseerd door... dat verhaal hebben we nu echt al 3 keer verteld, volgens mij, in een podcast, in een vlog. Laat ik nog even getraumatiseerd door zijn, schat. Dus jij was niet eens de... Drie op te lossen, jij was niet eens degene achter het stuur. Dat is nog het gevaarlijke, hè? Dat ik dan nog de controle had. Nee, die had je dus niet. De controle niet had, sorry. Ik heb iets. Van Guilaine en haar zus hebben dit gekregen voor in het huis. Want in de gang, in de douche en in de wc hebben we nog geen lampen hangen. En zij deed deze weg. Dus dat is fijn. Alleen bij eentje zit er geen plaats meer bij. Dit is hem. Zal ik deze maar gaan installeren dan? Dit moet wel lukken volgens mij. Dit is gewoon normaal, normale hanglamp. Dus dat kan wel installeren. Ja, dat is leuk toch? Ja, prima. Wil je hem ook zo hoog? Ja, hij denkt het wel. Gewoon zo'n klein draadje. Je wil hem zo hoog hangen, toch? Ja. Dus gewoon zo moet hij hangen, toch? Nou, hij mag gewoon iets lager. Ja, dan moet je weer helemaal gaan lopen stellen. Dat bedoel ik meer. Daar heb je zin in. Hey Freek. Hey Liefie. Ja. Ben je mooi? Mooi mannetje. Ik ben benieuwd of ik dit erin ga krijgen. Want even... Oeps. Ja, ik zou niet weten hoe ik dit koordje groter moet maken hoor, eerlijk gezegd. Jongens. Ik hoop dat dit past. Nou, dat is leuk. Pas maar aan 1 schroefje. Op zich zou dit stevig genoeg moeten zijn hoor, aan 1. Of moet met een border doorheen, door dat plaatje. Het is gelukt. Maar wel met veel godveren. Maar ja, nu hoop ik nog dat ik hem er goed op krijg. Maar daar heb ik hem trouwens al geprobeerd hoor, vorige keer, die ene die we hebben, maar die past daar niet. Ik hoop dat hij nu nog aangaat, heel erg gezegd. Doe maar even het ding aan, want anders weet ik niet zeker of die goed zit. Dan moet je even het licht aan doen. Wat kan hij nou niet doen dan? Omdat het kroonsteentje kut is. Je zou zeggen, misschien zijn ze wel klaar, maar nee. We wilden het ook nog in de wc doen. Maar daar hebben ze een schroef helemaal schuin erin gedraaid, waardoor hij die er niet meer uitkrijgt. En de kop is niet kapot. Omdat we nog niet gelijk door hadden dat hij helemaal scheef erin gezet was. Nu kunnen we het plaatje niet ophangen, want anders zit dat dan weer in de weg. Nou, ik zit nou net te denken, misschien kan ik het wel laten hangen. Jij vindt het ook niet zo leuk, hè, volgens mij. Nee, je hebt alle aandacht, hè. Maar je eten komt zo hoor, liefie. Ja. Een hoop gepuft en geklaag later van me, maar deze is aan. En? Deze ook! Yay! Die heb ik net opgehangen. En deze heb ik net opgehangen. Tenminste, hier heeft Guilaine het meeste gedaan. Ik heb hier zo'n scheidhekel aan. Maar ik ben wel een beetje bang dat deze valt. Ik heb niet helemaal vertrouwen in deze. Ga er eens aan hangen dan. Ja, doei. Ben je niet goed? Hij was hartstikke stevig. Dat is niet heel stevig hoor. Maar goed. Nou, het is in ieder geval gedaan, toch? Daar moeten we het maar mee doen.
uitzicht is nu echt mooi. Het licht, ja, ik weet niet of het op camera echt over gaat komen, maar ik ga het even laten zien. En de rust ook. Het is niet eens heel druk als je het zo hoort. Ja, het uitzicht is top. Ik ga even lekker douchen. En dan ga ik bed in. Het is wel weer mooi geweest voor vandaag. We gaan even een filmpje kijken. Oh, trouwens, daarover gesproken. Ik kreeg heel veel vragen over. Ik ga daar even iets aan jullie laten zien. Maar ik kreeg dus allemaal vragen over welke app ik gebruikte als we film wilden gaan kijken. Nou, de app heet ChatGPT. Iedereen kent het waarschijnlijk wel. En ik betaal ChatGPT onder andere om dingen... Nou goed, omdat ik het handig gewoon vind eigenlijk, vooral. Maar wat dus heel leuk is, is dat je aan ChatGPT kan vragen. Oh, wacht. Ja. Nee, dat wil ik niet. Normaal maakt hij nu contact. Dat gebeurt nu niet. Why? I don't know. Maar je kan gewoon in principe dan aan hem vragen van... Yo, ChatGPT, ik hou van deze en deze film. Zou je alsjeblieft een keuze willen maken? Iets wat een beetje erop lijkt en dat soort dingen. Oké, daar wil ik het even over hebben. Dus... We hebben ChatGPT en hij doet het nu. Als je nou een idee hebt voor een film, zeg eens een film, schat. Forrest Gump. Dus als je denkt van, nou, ik heb wel zin in een soort van feel-good film zoals Forrest Gump, dan kan je dat dus aan ChatGPT vragen. Ik ga het nu even doen. Ik wil een film kijken. Ik wil een soort van film kijken die een beetje feel-good heeft, zoals Forrest Gump eigenlijk. Heb je daar een andere suggestie voor? Nummer 5. Als je een film zoekt die vergelijkbaar is met Forrest Gump, zou je misschien iets als The Curious Case of Benjamin Button kunnen proberen. Ook A Beautiful Mind en The Green Mile zijn goede keuzes. Als je een beetje humor wilt, kijk dan naar Big Fish. En voor een inspirerende draai zou The Pursuit of Happiness ook goed kunnen zijn. Nou, dat zijn wel goede keuzes op zich, moet ik zeggen. Maar toch zit ik een klein beetje te denken, ik heb meer zin in een film als Bad Boys. Heb je daar andere suggesties voor? Als je iets zoekt dat lijkt op Bad Boys, dan zijn Lethal Weapon en Rush Hour goede opties. Zeker. Ook Men in Black heeft een vergelijkbare mix van actie en humor. En als je houdt van buddycopfilms, probeer dan 21 Jump Street. Nou, dat zijn best goede keuzes. Heb je nog een hele andere random keuze? Gewoon iets heel compleet anders dan wat je nu allemaal genoemd hebt. Als je iets heel anders wilt, zou je Eternal Sunshine of the Spotless Mind kunnen proberen. Het is best wel chill, want we hebben best wel vaak dat we op Netflix of zo zitten te scrollen en denken van ja... Ik zou niet weten wat we moeten gaan kijken. En die top 10 lijsten zijn vaak dat ik denk, niet zo zin in. Dus ja, is dit toch best wel handig. Zeker omdat je heel vaak vergeet welke films er allemaal überhaupt geweest zijn in het leven. En welke je misschien nog niet gezien hebt. Is dit wel echt een goede tip? Nou, dit was de video. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen of overmorgen. Of over een paar dagen weer. Tot dan.